Het eerste toestel met Amerikaanse hulpgoederen voor Venezuela is aangekomen op Curaçao. Dit toestel zit vol met medicijnen en hulpgoederen, zoals thermometers en verband. De spullen worden in Nederland verpakt en naar Curaçao gestuurd. Dat eiland ligt een paar kilometer verwijderd van Venezuela. Op Curaçao zitten 15.000 Venezolaanse vluchtelingen ondergedoken. Een deel van de hulpgoederen is bestemd voor hen. De rest van de goederen moet naar Venezuela. Meer vluchten deze week moeten hier zorgen voor opslagplaatsen vol met Amerikaanse hulpgoederen. Of die dan ooit hun bestemming in Venezuela bereiken, is nog maar de vraag. Dat land ziet de Amerikaanse hulp vooral als dekmantel voor militair ingrijpen. Venezuela houdt de grenzen daarom potdicht.